Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik een AliExpress shopblog voor je. Ik moet zeggen, ik heb een tijdje niks besteld op AliExpress, want er kwam natuurlijk op een gegeven moment ook corona in China. En toen dacht ik, nou, ze zullen het nu ook wel niet versturen. Toen las ik op een gegeven moment op social media dat pakketjes weer aankwamen, dat mensen die niet zo lang geleden hadden besteld. Toen dacht ik, nou, dan kan ik ook wel weer wat dingetjes gaan bestellen. En ik heb inmiddels alle pakketjes binnen. Dus ik dacht, nou leuk om hier een shoplog van op te nemen. En gewoon weer eens even te gaan laten zien wat ik heb gekocht. Ik zal in beeld ook eventjes een afbeelding plaatsen van het product hoe het op de website eruit zag. Zodat we ook een beetje kunnen zien of dat het overeenkomt. Ik zal ook de prijs in beeld neerzetten. En ook even hoe lang het heeft geduurd voordat het bij mij in huis was. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik heb gekocht op AliExpress. Zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, laat ik allereerst even zeggen dat ik best wel verrast ben door de verzending van de pakketjes, want het was vrij snel. En de grootste verrassing was toch wel toen er stond dat er een pakketje van AliExpress naar mij onderweg zou zijn en die niet in de brievenbus zat, maar hij nog steeds in mijn PostNL-app stond. En hij met een pakketdienst kwam. Toen dacht ik van, hè, maar hoezo dan? Want mijn pakketjes die zijn eigenlijk over het algemeen gewoon compact die in de brievenbus kunnen. Maar toen snapte ik het, want wat kwam er binnen? Deze hele grote zak met allemaal kleine pakjes erin. Dus ze hadden alles bij elkaar gevonden. Dus daar was ik vrij verrast door, want dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Maar goed, laten we beginnen met het eerste pakketje. Het is een vrij plat pakketje. Sommige pakketjes zijn opengemaakt en sommige pakketjes niet. Dit pakketje werd volgens mij verstuurd met DHL. Deze is dan toevallig nog niet open. En dat had ik ook nog nooit meegemaakt, dat het pakketje via de DHL kwam. Dus daar was ik ook wel een beetje verrast door. Maar goed, wat ik heb besteld, dat... Nee, deze kwam niet met DHL, dat is een andere. Is dit dingetje. Deze kun je over je flitser heen doen. Ik zal hem er even uithalen. Hier kun je een beetje mee spelen met de fotografie. Als je foto's aan het maken bent en je gebruikt je externe flitser, kun je deze dan om je flitser heen doen en dan weerkaatst hij het licht, zeg maar. Ik dacht eigenlijk dat hij iets kleiner zou zijn. Hij is vrij groot. Maar ik moet hier zelf ook totaal mee gaan spelen. Maar ik zag dit toevallig langskomen. Het is wel gewoon, dit is gewoon verder van karton. Dus het is niet hele goede kwaliteit. Ik weet ook niet wat de kwaliteit zou zijn als je het in een fotowinkel koopt. Mag je ook niet verwachten voor de prijs die ik ervoor heb betaald. Maar dan kan ik hier gewoon mee gaan spelen met de flitsers. En gewoon om het licht wat anders te weerkaatsen. Dus dat is allereerst dit dingetje. Ik ga deze gewoon bij een grote spullen bewaren. Ik ben eigenlijk wel... heel benieuwd hoe dit gaat werken. Dus ik ga dit gewoon binnenkort even lekker testen met foto's maken. Dus dat is allereerst die. Dan heb ik hier het pakketje wat wel met DHL is gekomen. Staat er ook op eigenlijk. Wat stom dat ik dat net niet heb gezien. Maar ja, ik had het gewoon niet echt gemerkt. Hier zitten... Dit vind ik wel heel tof trouwens. Hier zitten ook soort dingetjes in voor de fotografie. En deze komen al in een opberghoesje. Dus hoe tof is dat? Ik had dit niet verwacht. Die komen dus in een opberghoesje. En dit zijn... Kijk, dat is dit. Hij klapt gewoon open. Hiermee kun je dus ook spelen met het licht. En die kun je dus gewoon... Ja, die kun je dus opvouwen. Dan krijg je dat natuurlijk nooit meer zoals dat zat. Maar je kunt hem dus weer opvouwen doordat hij in dit hoesje past. En deze heeft twee kanten. Hij heeft een zilveren kant en een gouden kant. Hij is vrij groot. Die kun je dan zo een beetje gaan neerleggen. Ook een beetje voor het licht om daarmee te spelen. Ik ben hier ook nog niet heel erg thuis in. Maar nou ja, ik ga dit allemaal een beetje oefenen. Hij is hier wel een heel klein beetje beschadigd. Als ik hier kijk, even kijken hoor. Net zag ik dat. Of is het gezichtsbedrog misschien? Nou, hier zie je een beetje de lichte, de zilveren kleur er doorheen komen. En ja, nou ja, goed, weet je, dat zijn gewoon dingetjes die, dat gebeurt gewoon. Nou ben ik ook wel heel benieuwd of dat ik hem ook weer terug opgevouwen krijg. Want dat, daar ben ik een beetje bang voor. Oh ja, kijk, je kunt hem gewoon even zo doen. Nee, dat werkt natuurlijk niet.
Want je krijgt hem nu natuurlijk nooit meer zo mooi dat hij in het hoesje past. Kijk, het enige waar ik hem toe opgevouwen krijg is dit. Maar nu past hij gewoon niet in het hoesje. Dus daar moet ik ook nog even naar gaan kijken. Maar dat is in ieder geval ook voor fotografie. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Dus ik vind het leuk om dit te gaan testen. En ik vind het echt heel tof dat hij hierin zit. Al vraag ik me af of ik hem hier ooit weer in ga krijgen. Maar goed, dat gaan we wel zien. Het volgende pakketje heb ik ook nog niet opengemaakt. Dit zijn de laatste pakketjes die zijn binnengekomen. Dan kreeg ik ze niet zo makkelijk open. En normaal knip ik ze altijd even open om te kijken wat erin zit. Nou, laat ik allereerst even zeggen dat ik best wel verrast ben door de verzending van de pakketjes. Want het was vrij snel. En de grootste verrassing was toch wel toen er stond dat er een pakketje van AliExpress naar mij onderweg zou zijn. En die niet in de brievenbus zat. Maar hij nog steeds in mijn PostNL app stond. En hij met een pakketdienst kwam. Toen dacht ik van, hé, maar hoezo dan? Want mijn pakketjes die zijn eigenlijk over het algemeen gewoon compact die in de brievenbus kunnen. Maar toen snapte ik het. Want wat kwam er binnen? Deze hele grote zak met allemaal kleine pakjes erin. Dus ze hadden alles bij elkaar gebonden. Dus daar was ik vrij verrast door. Want dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Maar goed, laten we beginnen met het eerste pakketje. Het is een vrij plat pakketje. Sommige pakketjes zijn opengemaakt en sommige pakketjes niet. Dit pakketje werd volgens mij verstuurd met DHL. Deze is dan toevallig nog niet open. En dat had ik ook nog nooit meegemaakt, dat het pakketje via de DHL kwam. Dus daar was ik ook wel een beetje verrast door. Maar goed, wat ik heb besteld, deze kwam niet met DHL, dat is een andere, is dit dingetje. Deze kun je over je flitser heen doen. Ik zal hem er even uithalen. Hier kun je een beetje mee spelen met de fotografie. Als je foto's aan het maken bent en je gebruikt je externe flitser, kun je deze dan om je flitser heen doen en dan weerkaatst hij het licht, zeg maar. Ik dacht eigenlijk dat hij iets kleiner zou zijn. Hij is vrij groot. Maar moet hier zelf ook totaal mee gaan spelen. Maar ik zag dit toevallig langskomen. Het is wel gewoon, dit is gewoon verder van karton. Dus het is niet hele goede kwaliteit. Ik weet ook niet wat de kwaliteit zou zijn als je het in een fotowinkel koopt. Mag je ook niet verwachten voor de prijs die ik ervoor heb betaald. Maar dan kan ik hier gewoon mee gaan spelen met de flitsers. En gewoon om het licht wat anders te weerkaatsen. Dus dat is allereerst dit dingetje. Ik ga deze gewoon bij mijn grote spullen bewaren. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dit gaat werken. Dus ik ga dit gewoon binnenkort even lekker testen met foto's maken. Dus dat is allereerst die. Dan heb ik hier het pakketje wat wel met DHL is gekomen. Staat er ook op eigenlijk. Wat stom dat ik dat net niet heb gezien. Maar ja, ik had het gewoon niet echt gemerkt. Hier zitten, dit vind ik wel heel tof trouwens. Hier zitten ook soort dingetjes in voor de fotografie. En deze komen al in een opberghoesje. Dus hoe tof is dat? Ik had dit niet verwacht. Die komen dus in een opberghoesje. En dit zijn. Dat is dit. Hij klapt gewoon open. Hiermee kun je dus ook spelen met het licht. En die kun je dus gewoon, ja, die kun je dus opvouwen. Dan krijg je dat natuurlijk nooit meer zoals dat zat. Maar je kunt hem dus weer opvouwen doordat hij in dit hoesje past. En deze heeft twee kanten. Hij heeft een zilveren kant en een gouden kant. Hij is vrij groot. Die kun je dan zo een beetje gaan neerleggen. Ook een beetje voor het licht om daarmee te spelen. Ik ben hier ook nog niet heel erg thuis in. Maar nou ja, ik ga dit allemaal een beetje oefenen. Hij is hier wel een heel klein beetje beschadigd. Als ik hier kijk, even kijken hoor, net zag ik dat. Of is het gezichtsbedrog misschien? Nou, hier zie je een beetje de lichte, de zilveren kleur er doorheen komen. En ja, nou ja, goed, weet je, dat zijn gewoon dingetjes die, dat gebeurt gewoon. Nou ben ik ook wel heel benieuwd of dat ik hem ook weer
terug opgevouwen krijgen. Want dat, daar ben ik een beetje bang voor. Oh ja, kijk. Je kunt hem gewoon even zo doen. Nee, dat werkt natuurlijk niet. Want je krijgt hem nu natuurlijk nooit meer zo mooi dat hij in het hoesje past. Kijk, het enige waar ik hem toe opgevouwen krijg is dit. Maar nu past hij gewoon niet in het hoesje. Dus daar moet ik ook nog even naar gaan kijken. Maar dat is in ieder geval ook voor fotografie. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Dus ik vind het leuk om dit te gaan testen. En ik vind het echt heel tof dat hij hierin zit. Al vraag ik me af of ik hem hier ooit weer in ga krijgen. Maar goed, dat gaan we wel zien. Het volgende pakketje is een rond pakketje ook. En hier zit... Ik heb het een beetje raar opengeknipt. Want het zit dus eigenlijk in een, hoe heet dat? In zo'n hersluitbaar zakje. Maar die heb ik ook kapot geknipt een beetje. Dit is namelijk een hoesje. Ik moet even kijken waarvoor deze is. Ik weet het al. Deze is om mijn horloge in op te bergen. Ik heb een watch. En die kun je dus in dit hoesje opbergen. Je kunt hem dus gewoon zo hier zo inleggen. En dan kun je hier bijvoorbeeld nog je oplaadsnoertje. En dan kun je dus gewoon... Als je hem dan niet om hebt, kun je hem zo hierin doen. En dan, ja, had hij geen stof. Ik vond dat zelf wel heel erg handig. Want ik hou zelf wel heel erg van dingetjes om op te bergen. Dus ik was daar wel heel erg blij mee. Omdat ik het toch wel fijn vind om hem netjes op te bergen. En als ik hem gewoon eigenlijk niet om heb, zoals 's nachts, dan ja, hoeft hij eigenlijk niet gewoon open en bloot op mijn nachtkastje te liggen. Zodat het heel erg stoffig wordt. Dus nu kan hij gewoon mooi in dit hoesje. En hier kan ik dan ook mijn oplaadsnoertje in doen. Zodat ik alles gewoon eigenlijk bij elkaar heb. Dus dat vond ik wel heel erg handig. Ik hou er gewoon van om alles netjes op te bergen. Dus dit ronde hoesje waar ik ook heel erg blij mee ben. Ja. Door naar het volgende pakketje. Dit is een vrij plat pakketje. En hier zit nog een hoesje in. En deze is voor mijn AirPods. Ook deze kun je dan hier gewoon zo inleggen. Dan kun je hier je oplaadsnoertje of nog wat andere accessoires doen. Rits je hem dicht en dan kun je hem ook gewoon heel makkelijk meenemen. Ik vond dit een hele handige uitvinding. Het is gewoon eigenlijk heel compact. Hij past in iedere tas. En ik vind het gewoon fijn dat ik hier dan ook mijn accessoires in kan steken. Zodat het allemaal net eventjes wat beter bij elkaar zit. Kijk, ik moet hem alleen nog een beetje in model krijgen. Ik weet niet of je deze in verschillende kleuren had eigenlijk. Want ik ben hier op gaan zoeken en ik kwam deze tegen. Ik dacht, nou, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus, kijk, ik heb hem nu even wat meer in model gedaan. En nou zie je gewoon heel mooi de rode rits. Dus ja, ik vind het ook gewoon heel erg tof. Ook zoiets, weet je, ik gebruik ze eigenlijk meestal vooral met sporten of een keer met bellen. Als ik klaar ben, steek ik ze in het hoesje als ze niet op de oplader hoeven. En kan ik ze gewoon netjes wegleggen. Dus dat vind ik ook super fijn. Dan heb ik een heel plat pakketje die ik ook nog niet heb opengemaakt. Ik weet ook al wat hierin zit. Ja, dat weet ik eigenlijk bij alles, want ik weet natuurlijk wat ik heb besteld. Maar dit is een heel klein dingetje. Ik ga het er even uithalen, kijken hoe klein het is. Het is dit dingetje. En vraag je vast af, wat is het? Ik zal het je laten zien. Ik heb hier mijn camera. En dit is eigenlijk, deze kun je over het dingetje schrijven. Hier doe je normaal je flitser op of ook je microfoon gaat hierin. Maar ik had hier geen beschermkapje voor. En deze die kan ik hier dus gewoon, kijk, zo inschuiven en dan hapt het geen stof ook. Hij schuift er ook heel makkelijk uit. Maar dit vond ik gewoon heel erg handig. Want hij zou volgens mij wel bij de camera moeten zitten. Maar hij zat er niet bij. Dus ik schuif hem hierin. En dan past dat gewoon. Daar ben ik echt super blij mee. Want nu is hij gewoon afgeschermd. En ja, als ik dan ga foto's maken of wil gaan filmen. Dan haal ik hem eraf. En dan kan ik dat gebruiken. Dus eigenlijk een heel handig item. Ik laat hem er ook gelijk in zitten. Dus dat waren de losse pakketjes. Dan gaan we nu door naar de grote zak. Ik begin allereerst met dit pakketje. En dit heb ik al wat langer binnen. Dus het is voor mij ook eventjes ook weer van wat zat hier ook weer in. Maar ik zie het al. Dit is namelijk een zonnekapje voor mijn kleine lens voor mijn camera. Voor deze camera. Ik had hier geen zonnekapje voor. Ik heb daar toen wel naar gekeken. Maar die waren eigenlijk in de winkel gewoon niet verkrijgbaar. Want ze waren...
toen allemaal op. En toen dacht ik, goh, kijk gewoon eens bij AliExpress en daar hadden ze deze. Ik zal even de lens erbij pakken, zodat je een idee hebt wat het doet. Dus ik ben zo terug. Nou, ik heb hier de lens. En als ik dit kapje er dan afhaal, dan kan je deze er zo opdraaien. En dat houdt dan in dat als je foto's gaat maken en je bent in de buitenlucht. Ik heb hem er nu niet helemaal goed op. Nu zit hij er goed op. Dan kan de zon niet in je lens komen. Dus dan kun je gewoon veel mooiere foto's maken. Dus dat is gewoon eigenlijk super, super fijn. Hij sluit ook eigenlijk best wel mooi aan. Je ziet hier bijvoorbeeld wel een paar kiertjes. Maar dat komt gewoon omdat die in het kapje zelf zitten. En als je klaar bent, draai je hem eraf. Doe je hem zo erop. Doe je eerst het dopje erop. En dan kun je hem gewoon op deze manier om je camera bewaren, om je lens. En dan ben je gewoon eigenlijk voorzien, heb je hem gewoon altijd bij je. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Echt ook wel heel veel prijsverschil. Want bij AliExpress was hij echt super goedkoop. En ik geloof dat hij in de winkel nog 30 euro was. En dan heb je natuurlijk wel eentje van het merk misschien. Maar ja, ik vind dit eigenlijk prima. En ja, wat maakt het uit, weet je. Ik kan het hier gewoon eerst mee proberen. Mocht het niks zijn, kijk of de kwaliteit is gewoon flut. Kun je later altijd nog eens wat duurdere kopen. Maar ik vond dit voor deze prijs wel even prima. Dus ik ben hier ook heel erg blij mee met het zonnekapje. Oh ja, het volgende pakketje. En hier was ik een beetje van in de war. Want ik had screen protectors besteld. Het was de eerste keer dat ik bij AliExpress screen protectors bestelde. En ik wilde er namelijk eentje voor mijn vlogcamera en eentje voor mijn spiegelreflexcamera. En ze zijn bij elkaar verpakt, maar volgens mij komen ze niet van dezelfde verkoper af. Ik ga dat toch eens even checken, want ik ben er toch wel heel erg benieuwd naar. Omdat ik toch voor mijn gevoel zoiets had van, volgens mij kwamen ze bij beide een andere verkoper vandaan. Ik ga het toch even nakijken. Even kijken hoor. Als ik ze nog kan vinden. Dat. Even kijken hoor, waar komt deze vandaan? Ja, dat is die. Nu heb ik deze ook. Oh nee, ze komen wel bij dezelfde verkoper vandaan. Dus nu snap ik het ook. Ik had het eventjes niet helemaal helder. Maar goed, dat ik eventjes kijk. Kijk, dit zijn gewoon... Het eruit halen is een beetje moeilijk. Dat merk ik al. Ik ga het even proberen hoor. Kijk, allereerst heb ik hier gewoon een glasscreen protectortje. En die is dan voor deze camera. En ik heb hier een scherm. En ik merkte toch, ik was van de zomer, was ik met de camera op pad. En toen dacht ik toch wel dat ik hem om mijn nek had. Van nou, ik zou het toch wel fijn vinden als die goed beschermd was. Dus die past hier dan precies op. En dan is die gewoon goed beschermd. Ik hou er toch wel van om mijn producten echt heel goed te beschermen. Dus ik dacht, nou, dan kan ik wel zo'n screen protector halen. Ja, gewoon omdat het idee gewoon wel prettig is als het goed beschermd is, vind ik zelf. Ik heb ook het liefst glasscreen protectors, want ja, die werken gewoon het best. En dan heb ik er nog eentje. En dat is deze. En deze is voor mijn vlogcamera. Dus die gaat daar gewoon op. En dan is die ook gewoon goed beschermd. Ja, het maakt mij toch blijer als het goed beschermd is. Dus ja, die kan ik nu ook lekker gaan opplakken. Je krijgt ook nog doekjes erbij, gewoon een natte en een droge volgens mij. Om je schermpje eerst goed schoon te maken en dan de protector te plakken. Dus daar ben ik ook echt wel heel erg blij mee. Want ja, goede bescherming is het halve werk, zeg ik altijd maar. Dit pakje. En dit is een hoesje voor de Instax. En ik heb een Instax camera en daar heb ik een heel mooi hoesje omheen, een zwarte. En nou heb je dus, nou wilde ik dus eigenlijk gewoon zo'n heel klein hoesje die je aan je
aan het hoesje kan klikken. Kijk, je zit hier gewoon op de achterkant zit een heel klein drukknopje. Daar kun je ermee aan je schouderband klikken. En dan als je hem open doet, kun je hier je Polaroids in bewaren. Maar ik denk ook dat er op zich wel een aantal accessoires bij kunnen. Want ik heb een aantal accessoires. En nou, dan kan ik dat gewoon bij elkaar opbergen. Hij is het eigenlijk bedoeld voor de Polaroid foto's. Maar ik vond dit wel een mooi geheel. Als dat gewoon bij elkaar zou passen. Dus daar, deze had ik al best wel lang op mijn lijstje staan. Ook heel lang niet gekocht. Toen dacht ik van nou, ik wil hem nou toch wel een keer hebben. Toen zag ik ze toch nog ineens weer. Dus ik dacht, nou, dan ga ik hem gelijk bestellen. Dus die heb ik ook binnengekregen. Daar ben ik echt wel heel erg blij mee. Volgende pakje. En dit is een telefoonhoesje. Ik wilde echt al heel erg lang zo'n telefoonhoesje met zo'n koord aan. Die zie je nu heel veel. En ik heb zelf één telefoonhoesje, daar heb ik een koordje aangemaakt. Maar ik vind het toch niet zo handig als dat er een koord aan zit. Toen zag ik ze later in allerlei winkels. Aldi heeft ze gehad, Action heeft ze gehad. Maar niet voor mijn telefoon. Toen dacht ik, nou, dan ga ik het op AliExpress doen. Ik ga hem eruit halen. Want ik vind dit zelf echt fantastisch. Ik heb namelijk een iPhone XS Max. Dit is gewoon een siliconen hoesje. En daar zit dus aan de onderkant een koord aan. Dat betekent wel dat de onderkant open is. Dat ben ik niet echt gewend. Maar je kunt hem dus dan zo gewoon, kijk, als ik even ga staan, kun je hem zo dragen. Dan heb je gewoon altijd je telefoon bij je. Dus als je wat wilt doen, kun je hem zo pakken. Ik heb een zwarte gekozen. Je had echt diverse kleuren. Je had ook transparant. Ik heb nu een transparant hoesje eromheen zitten. Maar die wordt gewoon heel erg fel. Het ziet er eigenlijk gewoon niet uit als je dat doet. Want kijk, hij wordt heel erg bruin. Dat vind ik gewoon best wel vies. Je had ook andere leuke printjes. Maar ik dacht, nee, ik wil gewoon lekker een zwarte. Mijn telefoon is ook zwart. Het is normaal best wel mooi als je je Apple er doorheen ziet. Maar ja, op zich maakt het niet heel veel uit omdat mijn telefoon toch al zwart is. Kijk, en dan heb je gewoon, als je hem zo in het hoesje hebt zitten, en dan kun je dus gewoon zo. En dan heb je hem gewoon bij. Ik vind het ook wel mooi dat hij mat is. Eigenlijk is alles gewoon goed beschermd. De aan- en uitknop, maar ook de volumeknoppen zijn goed beschermd. En dan heb je hier gewoon het schuifje om hem op het geluid aan en uit te zetten. Alleen de onderkant is dan verder open. Maar daar zit eigenlijk gewoon dit koord zo aan. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Echt een aanrader als je zoiets zoekt. Op AliExpress hebben ze ze dus. En ja, ik vind het zelf gewoon heel fijn. Vind je het vervelend? Het koord kan er denk ik ook nog wel af. Maar ik laat hem gewoon lekker omheen zitten. Want ik vind het heel erg fijn. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Volgende pakje. En hier zit ook zo'n handige gadget in. Dit is namelijk, ik ga hem er even uithalen, want zo heb je natuurlijk niks aan als ik dit zo laat zien. Een houder voor je smartwatch. Hier kun je je oplader insteken. En als je dan hem gaat opladen, dan zit als de oplader van de smartwatch, die heeft een magnetische werking. En als je dan hier je oplader zo in hebt zitten, kun je hem eigenlijk zo eraan hangen. En dan gaat hij opladen. En dat is natuurlijk ideaal, want nu leg ik hem continu neer. En dat vind ik gewoon niet zo handig. En deze kun je gewoon neerzetten. Aan de onderkant komt je snoer eruit. Ja, dit vind ik echt super handig. Je had deze in verschillende kleuren, maar ik wilde heel graag een zwart, omdat mijn watch ook zwart is. Dus ik dacht, dat vind ik wel echt ideaal. Dus dat vind ik gewoon net even iets handiger met opladen. Dus ja, dat vind ik gewoon een heel tof gadget ding. En daar ga ik heel veel plezier van hebben. Want ik ga hier gewoon mijn snoertje in doen. En dan ja, kan ik gewoon lekker opladen. Dus dat is gewoon echt. Dan ben ik toe aan het laatste pakketje. En deze was er al uitgevallen. Dit is namelijk een cover voor mijn AirPods. Ik had mijn AirPods hier ook liggen. Ik heb afgelopen jaar AirPods gekocht. Die wil ik natuurlijk goed beschermen. Alleen het probleem was, ik had gewoon een heel basic hoesje bij de Action gekocht. Ziet er op zich prima uit. Alleen het probleem is, dit gaat open. Dit werkt niet echt lekker. Dus eigenlijk ligt hij altijd zo
op mijn nachtkastje. Nou, dat vond ik niet heel erg handig. Het handige was wel zo'n karabijnhaakje. Toen dacht ik, ik ga op AliExpress kijken. En AliExpress heeft superveel hoesjes voor je AirPods. Ook voor de grote AirPods, maar ik heb de normale. En ik heb eentje met marble gekozen. Hier kun je trouwens ook een karabijnhaakje aan hangen, want er zit een oogje voor. Maar ik heb deze met marble gekozen. Hij is goud marble. Ik dacht eigenlijk dat hij wit marble zou zijn, maar dat geeft niet. Ik vind goud ook prima. Dus we gaan eens even kijken hoe dat ook gelijk staat. Want daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Want kijk, het is echt heel compact. Als je hem zo houdt. Dan kan ik... Moet ik alleen even kijken hoe dit precies moet hoor. Ik denk andersom. Of niet? Nee, ik denk wel zo. Ja, ik ben ook een beetje zoekende. Dan heb ik hier zo het hoesje. De cover. Oh ja. Kijk, zo ziet hij er dan om. En je kunt hem gewoon zo open doen. Hij moet dus met het korte kantje naar de achterkant. Omdat hier het gedeelte zit waar hij open gaat. Dan kun je hem gewoon zo open en dicht doen. En dan zijn je AirPods heel goed beschermd. Ik merk wel, kijk, als ik hem open doe. En ik doe hem daarna dicht, zie je wel dat dit iets omhoog gaat. Dus je moet hem wel even aandrukken. Dus ik weet niet wat er gebeurt als ik hem er andersom op doe. Zou dat beter? Nee, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Je moet alleen even kijken dat hij mooi aanloopt. Dat is het. Nee, het maakt eigenlijk niet uit. Hij moet er wel andersom op, omdat hij dan gewoon net mooier overloop heeft. Maar dit is dit hoesje. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus ja, echt heel veel keuze op AliExpress. Aan de onderkant is die gewoon open, zodat je gewoon kunt opladen. Maar deze zijn in ieder geval weer heel erg goed beschermd. Dan waren dit al mijn AliExpress aankoopjes. En ik moet zeggen, ik ben er heel erg blij mee. Het is allemaal... Ja, het is allemaal goed aangekomen. Ik vond het ook snel. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij nog wel eens de laatste tijd op AliExpress hebt besteld. Of dat je zoiets had gemaakt. Doe het gewoon eventjes niet. Ik ben ook benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik heb gekocht. Laat het zeker weten bij de comments. Ik ben ook heel blij dat deze video nu is opgenomen. Want dan kan ik alles lekker gaan gebruiken. Ik wil je bij deze dan ook gewoon bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daar kun je op de rode button drukken en ook het belletje aanzetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doei!